Welkom bij de derde video van Rood-Zwart-Groen in Spanje. Met vandaag Wie is? Met Navarón ervoor. En we hebben een interview met Genero Zeefuik. Kun je wat meer vertellen over jouzelf? Bijvoorbeeld, wat is jouw lievelingseten bijvoorbeeld? Mijn lievelingseten? Ja, dat is normaal gewoon brood of zo. Dat is niet heel veel, maar ik eet niet zo veel groente eigenlijk. Ik hou niet van groente, eerlijk gezegd. Maar bijvoorbeeld iets van Gries, Italiaans, Frans, weet ik veel. Misschien van je eigen cultuur? Lasagne vind ik wel heel lekker om te eten. Dus dat is ook wel goed voor de wedstrijd, neem ik aan, denk ik. Dus waar woon jij? Waar ben je woonachtig naar Fran? Ik woon in Elst. Dat ligt een beetje tussen Arnhem en Nijmegen, hè? Ligt tussen Arnhem en Nijmegen, ja. Hoe bevalt jou bijvoorbeeld de Nijmeegse stad, de binnenstad van Nijmegen? Vierdaagse feesten bijvoorbeeld. Wat vind je eigenlijk van de NEC en Nijmegen? Ja, Nijmegen is natuurlijk, staat bekend als Vierdaagse. Als Vierdaagse is heel erg druk natuurlijk. Dan ga ik ook wel eens met vrienden daarin en feesten. En bevalt me wel. Het is gewoon heel erg leuk om te feesten. Je wordt nogal gezien als een van de talenten van NEC. Je geeft al aan, bij 19 jaar. Waar ligt jouw toekomst? Mijn toekomst, ja. Je hoopt natuurlijk zo hoog mogelijk. Maar ja, ik doe gewoon mijn best bij NEC en verder zie ik wel wat er gaat gebeuren. Zit er nog veel in het team? Hebben jullie nog veel in je mars? Ja, ik denk het wel. We hebben gewoon goede spelers in het team. Ik denk dat we de tweede helft van het seizoen gewoon moeten laten zien wat we kunnen. Ja, het scoren ontbreekt af en toe, maar ik denk verder als team hebben we gewoon een goed team staan. Precies, het spel is goed. Nu zit je hier in Michas bij La Cala. Hoe bevalt je het tot nu toe hier? Ja, het is gewoon mooi. Mooi weertje, mooi uitzicht. Ja. Betere kan je niet hebben. Zwembadje naast het hotel. Dus genieten hier gewoon. Genieten. Nog 2 weken en dan gaan we alweer naar Vitesse NEC toe. Die wedstrijd van oktober afgelopen jaar zal nog wel in de maag zitten. Ja, dat is natuurlijk de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. En het is gewoon belangrijk voor iedereen en vooral voor de sporters ook om een goede prestatie neer te zetten. En 3 punten is het allerbelangrijkste tegen Vitesse, zo'n derby. Dat is mooi om mee te maken. Hoe erg leeft het eigenlijk binnen jullie selectie om dat gevoel van oktober weer weg te spoelen? Om daar gewoon die overwinning weer te kunnen behalen? Ja, dat leeft natuurlijk heel erg hier. We willen natuurlijk winnen. En niet 2 keer verliezen in 1 jaar. Dus, dat gaat gewoon niet. Hè. Dus we gaan als team gewoon tegenaan. En hopen op 3 punten, zoals ik al zei. En we gaan ervoor. De supportersvereniging van NEC stelt dit jaar een prijs beschikbaar dankzij haar 50-jarig bestaan. Wil je deze prijs winnen? Beantwoord dan deze vraag. Hoeveel geldige leden telt de supportersvereniging van NEC op dit moment? Weet jij het antwoord op deze vraag? Mail dan naar trainingskamp@roodzwartgroen.nl. De persoon die het dichtst bij het aantal leden zit, wint het merchandisingpakket ter waarde van €100. Deze bon van €100 is ook in te wisselen voor de trip die de supportersvereniging heeft in april naar Manchester United. Genero Zeefuik, jij bent afkomstig van PSC, toch een redelijk grote club. Je gaat naar NEC, kun je toelichten hoe dat eigenlijk precies is gegaan? Is dat ook een keuze vanuit jou geweest? Ja, het was, ik was met Nederlands elftal weg met Jong Oranje. En, het was even, als Matas zou komen naar PSV, dan zou ik misschien kunnen verhuurd worden. Of dat was een beetje tussenin. En heb ik uiteindelijk toch op verhuur gekozen op NEC. Hoe bevalt jou die periode tot nu toe? Tenminste ook sportief gezien? Ja, goede groep, goede trainers en dat bevalt me heel goed. En ik ben er blij om. Als je nou even in een spiegel kijkt naar jezelf, hè? We kunnen heel lang erover praten, maar er zijn wat verschillende mogelijkheden geweest in wedstrijden waar jij toch moet denken van, die had ik echt moeten volgende erin moeten schieten. Ja, als spits zijn dan word je toch afgerekend op goals en dat het soms even niet gaat, dat is balen, maar dat is zeker balen. Ja, je zit er wel mee, denk ik. Ja, ik zit er wel mee. Ja. Soms het is wel balen natuurlijk dat je die kansen mist en voor jezelf ook is dat een enorme boost. Maar ik kan er wel om lachen nu, maar het is gewoon een enorme balen. Ja. Waar ligt het aan, Genero? Ligt het aan de rust die je dan op dat moment niet hebt? Hoe kun je dat uitleggen? Ja, zoiets kan je niet uitleggen, want als spits zijn, dan moet je toch snel handelen. Je probeert natuurlijk de bal in de goal te schieten. Ja. Je wilt het natuurlijk niet missen.
En ja, het is even het eerste helft van het seizoen is het wel dat ik veel kansen heb gemist. En het is toch eigenlijk de rust bewaren en goed nadenken wat je doet. Over 2 weken, de belangrijkste wedstrijd, tenminste voor menig NEC supporter van het jaar. De eerste die ging niet altijd best, we willen het er niet meer over hebben. Maar ja, Gelredome, 22 januari. Dat zal wel mooi zijn als jij dan in de laatste minuut al die Nijmeegse gezichten weer tot lachen kan brengen. Ja, dat zeker zou heel mooi zijn. Maar wat mij niet zijn wie hem maakt natuurlijk. Maar het liefst zijn, dan wil ik hem natuurlijk zelf maken. Maar als we gewoon die 3 punten meenemen, ben ik al heel blij. Waar ligt jouw doelstelling voor jou persoonlijk? Want ik kan mij voorstellen, je komt van PSV, daar wil je graag weer naartoe. En we weten de wedstrijd PSV Willem II bijvoorbeeld, waar je laatst nu belangrijk geweest. Maar jij wil daar ook vlammen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik ben verhuurd van PSV en ik wil natuurlijk weer terug. Maar eerst dit seizoen moet ik nog laten zien wat ik allemaal kan. En daar ben ik best wel goed op weg naartoe. En nu alleen nog de goals en daar ben ik blij om. Wat is jou nou echt jouw favoriete voorbeeld? Dat is Balotelli. Kun je uitleggen waarom? Want daar is natuurlijk veel om te doen. Hè? Zo'n gedrag en alles. Hesjes niet aankrijgen op een training. In Amerika op het toernooitje hak je alle balletjes eruit. Maar waarom Balotelli? Ja, hij heeft gewoon scheid aan iedereen. En hij kan goed voetballen. En nog een jonge speler. En, hij heeft gewoon scheid aan iedereen, vind ik. En dat moet ik ook eigenlijk hebben. En, ik ben nog een beetje nog te veel in mezelf, maar ik moet dat gewoon in me hebben. Dus daarom is Balotelli bij. Balotelli mijn grootste voorbeeld. Bedankt voor het kijken naar de 3e video van Rood-Zwart-Groen in Spanje. Morgen hebben we de wedstrijdbeelden van Malaga B tegen NEC. Kun je niet zo lang wachten? Luister dan om 11:15 naar Radio 024.